vandaag willen tonen is, is een nieuwe investering. Sommigen noemen het een nieuw speelgoedje, maar dat zou, dat zou niet terecht zijn om dat zo te bestempelen. Waar we een setting gemaakt hebben waardoor we vrij complexe interventies, rampenoefeningen kunnen doen. Daar we dat die normaal dagen vragen om die te voor te bereiden en ook ter plaatse de nodige straten afzetten, de nodige interventies te doen, hebben we met dit systeem de mogelijkheid om te enceneren. Ja, het is zeer realistisch. Hè. Je loopt echt op het terrein waar er een incident gebeurd is. Ja, en dus ik denk een zeer goed instrument om te leren samenwerken tussen de verschillende disciplines. Ja, als PIVO blijven we investeren in de nieuwe methodes om zaken aan te leren. En hier hebben we nu toch wel iets uniek voor heel België, waar we virtueel rampoefeningen kunnen organiseren. Zowel met brandweer, politie als dringende geneeskundige hulp en de civiele bescherming. Het is een zeer goed systeem, omdat we veel efficiënter kunnen werken. Het duurt veel minder lang om zo'n testen te doen, om zo'n proefopstellingen op te stellen. En dus het is een enorme winst voor de opleiding. Ja, ik denk dat we nog veel meer van dit soort toepassingen gaan zien in de opleiding van zowel brandweer, politie als dringende geneeskundige hulp. En dus ik ben blij dat we daar pionier zijn. Het is inderdaad een systeem dat uniek is voor België, dat we ook nog volop aan het uittesten zijn. Maar op die manier zorgen we er toch voor dat we de nieuwe technologieën inbrengen in onze opleidingen. We zitten met gigantisch veel uren opleiding, 470.000 vorig jaar. En dus dit soort nieuwe technieken zijn zeker welkom.